Ik wil het vandaag hebben over Lenin. Lenin is 100 jaar geleden overleden. Je zou kunnen zeggen, 100 jaar geleden, wat hebben we daar in het hier en nu aan? En ik denk dat we daar heel veel aan hebben. Tegelijkertijd heb ik in de titel van de lezing staat duidelijk icoon of inspiratiebron. Voor mij is Lenin geen icoon, dat zou hij zelf ook niet willen. Hij zou wel willen dat je hem beschouwt als inspiratiebron. Wat hij ook zou willen is dat hij niet alleen kijkt naar wat hij geschreven heeft en gezegd heeft. In alle gevallen moet je kijken naar wat hij samen met andere revolutionair socialisten deed, besprak, aan acties ondernam, aan initiatieven nam, fouten maakte en wist erkennen welke fouten gemaakt werden en probeerde dat te verbeteren. Dat zijn allemaal dingen die voor het hier nu ook uitermate belangrijk zijn. Vooral ook omdat we nu te maken hebben met een, wat je zou kunnen zeggen, een polycrisis. Verschillende crisissen bij elkaar. Eentje van de opkomst van extreem rechts. Ook eentje van een klimaatcrisis. Ook eentje van eigenlijk een economische crisis, een economisch wereldsysteem waarbij grote delen van de wereld verder verarmen en de boel verder uit elkaar groeit. Kortom, deze noodzaak aan een antwoord bieden op de huidige catastrofe. En Lenin dacht ook vaak in termen van catastrofes, van in het aangezicht van welke catastrofe proberen we een antwoord te formuleren. En ik zeg proberen we een antwoord te formuleren, niet dat hij een antwoord formuleerde, hij probeerde samen met anderen een antwoord te formuleren. Ik weet niet of hier mensen uit de anarchistische beweging zijn. Ik denk dat het ook belangrijk is, voor mij hoef je niet 100% eens te zijn met Lenin, dat is niet de bedoeling van mijn inleiding. Ik denk wel dat de vraagstukken die hij probeerde aan te snijden ook van belang zijn voor iedere oprechte anarchist, vrij socialist die probeert een effectieve bijdrage te leveren aan het omverwerpen van het kapitalisme en het creëren van een alternatief. Dat betekent ook dat je ideeën hebt over eenheidsfrontpolitiek, wellicht noem je het anders. Dat je ook ideeën hebt over hoe een duurzame organisatie op te bouwen. Dit zijn allemaal zaken die voor ons allemaal in de linkse beweging in brede zin van belang zijn. Dus wij zien onszelf niet als, dat zal ik ook mee eindigen, als dat wij alle antwoorden hebben. Ik zelf zou daar niet voor instaan. Ik heb niet alle antwoorden op heel veel vraagstukken. Ik denk wel dat we een bijdrage kunnen leveren aan heel veel antwoorden op vraagstukken. Maar tegelijkertijd zullen we met de hele beweging, met de arbeidersbeweging in het meest brede zin, zullen we moeten proberen een rol te spelen in het creëren van rebellie, opstand en uiteindelijk revolutie om een ander soort maatschappij te creëren. Goed. Wie was Vladimir Ilyich Ulyanov, geboren in 1870, beter bekend als Lenin? Zoals de Nederlandse revolutionair socialist Henk Snevelied hem noemde, de ijzeren Mongool. En hij noemde Trotsky de granieten Jood. Nou, dit toont al een beetje aan. Een bijna iconische beeldspraak, maar ik denk dat, hij dat wel serieus bedoelde. En nogmaals, in deze tijd gaat het om, in het eerste kwart van de 21e eeuw, wat kunnen we nu hiermee, hoe kunnen we hiermee verder? Je moet niet vergeten, Lenin, communist, modern communist. Tegelijkertijd, hij kwam voort uit de Tweede Internationale. Een Tweede Internationale die, je zou kunnen zeggen, sociaaldemocratie, noemt zich vaak ook sociaaldemocratie, socialistische internationale. Dus in die zin is er sprake van een continuïteit in zijn periode. Dus hij kwam voort uit een hele beweging waarbij mensen als Karl Kautsky, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, maar ook iemand als in Nederland Troelstra, Pieter Jelles Troelstra, een bekende Nederlandse socialist. Die kwamen allemaal uit die wieg, zou je kunnen zeggen, uit die Tweede Internationale die in allerlei landen groepen had. Soms meerdere groepen, soms meerdere vakbonden in één en hetzelfde land. En die probeerden internationaal samen te werken. Wat ik ook interessant vind om te noemen, is Lenin was niet alleen de organisator, een van de organisatoren van de Russische Revolutie, eigenlijk van de verschillende Russische Revoluties. Tegelijkertijd, als we kijken naar het begin van zijn carrière, dan is hij begonnen als student. En dat doen we natuurlijk denken aan de huidige studenten die ook samen met werkers op de universiteiten actief zijn om een rol te spelen in de solidariteit met Palestina, met Gaza, de genocide in Gaza. En dat was ook in de periode dat hij nog geen Marxist was, dat hij dus verbonden was in een studentenbeweging in een land waar sprake was van een harde repressie, harde dictatuur. Dat was het tsaristisch Rusland. En dat betekent dus in heel veel gevallen dat je of in het geheim moest opereren,
in ieder geval zeker van moest zijn met wie je samenwerkte, dat er een kans bestond dat je opgepakt werd en verbannen werd. En dus dat zijn allemaal gevaren waar hij degelijk ook in de begintijd mee geconfronteerd werd. Lenin, geboren in 1870 in Simbirsk, was niet afkomstig uit een arbeidersmilieu. Hij was eigenlijk iemand die voortkwam uit een toch wel bevoorrecht milieu. Zijn moeder was dochter van een chirurg en zijn vader was een lagere schoolhoofd en later een civiel raadsheer. Klasseafkomst is natuurlijk belangrijk, maar we moeten ook altijd open blijven staan dat heel veel mensen die radicaliseren, dat die wellicht vanuit een niet-arbeidersmilieu actief worden, maar wel degelijk conclusies kunnen trekken die van belang zijn voor de hele beweging en in staat zijn om revolutionaire conclusies te trekken. Het is ook interessant, en ook eigenlijk die Tweede Internationale is ook voor een belangrijk deel opgebouwd mede uit activisten die actief waren in studentenmilieus. Bijvoorbeeld in Nederland was het zo dat de studenten aan de Polytechnische Universiteit van Delft speelden een belangrijke rol bij het begin van de socialistische beweging in Nederland. En ook studenten studeerden aan de Universiteit van Amsterdam speelden ook een belangrijke rol bij een literaire vernieuwingsbeweging en ook bij het begin van de socialistische beweging. Wat ook interessant is om te noemen is dat Lenin als student, revolutionair in wording, dat hij langzamerhand in contact kwam met marxistische literatuur en allerlei ideeën. En het is ook zo dat hij eigenlijk al heel snel geconfronteerd werd met wat de consequenties zijn van dit soort ideeën propageren in een tsaristische dictatuur. Zijn broer werd op hem opgepakt en is vermoord door het tsaristische regime, opgehangen. En ook zijn zus was actief in de beweging tegen de tsaristische dictatuur. Wat je hierbij ook kunt opmerken is dat, wij zijn als socialisten hier bij elkaar, maar voor Lenin was ook belangrijk om al die verschillende aspecten van hoe de dictatuur zich uit, bijvoorbeeld in een nationaliteitenpolitiek waarbij het groot-Russisch chauvinisme bevoorrecht werd boven die van de andere minderheden, maar ook de vrouwenkwestie en nog veel meer zaken. Hij vond het belangrijk om al die kwesties zag hij als onderdeel van de kapitalistische structuur. Dus niet alleen de onderbouw, maar ook de bovenbouw. En het was belangrijk om tegen al die vormen van de uitdrukking van de kapitalistische heerschappij te strijden. En om al die vormen van verzet bij elkaar te brengen. Omdat dat het meest effectief is om een einde te maken aan het bestaande systeem. Niet eenvoudig, maar wel essentieel. Een conclusie van Lenin op een gegeven moment, hij kwam in contact met allerlei wat toen heette sociaaldemocraten, je zou kunnen zeggen socialisten, was dat ze in illegale groepen ervaringen opdeden, probeerden uit te zoeken wat onder arbeiders leefde. En het werd voor hem ook duidelijk dat er een partij nodig was, een organisatie, een revolutionaire organisatie die goed georganiseerd was en dus ook in staat was om de repressie onder het tsarisme te weerstaan. En in zijn boek Wat te doen wordt ook enerzijds duidelijk, aan de andere kant niet zo duidelijk, van wat voor ideeën hij had over wat voor soort organisatiestructuur noodzakelijk was om de Russische socialistische beweging verder te brengen. We kunnen straks misschien een discussie hebben over wat de verschillende nadrukken waren tussen Lenin met zijn fractie en de anderen. Je zou kunnen zeggen dat Lenin veel strikter was in wat het was om lid te zijn van de partij en wat voor soort activiteiten daarbij hoorden. De Mensheviki, de andere groep, de Bolsheviki waren de meerderheid in het Centraal Comité, de Mensheviki waren de minderheid. Maar ik denk dat je dat een beetje met een korreltje zou moeten nemen, want in de loop van de tijd wisselde het best wel vaak welke de meerderheid was en welke de minderheid. Ik bedoel qua ledenbestand. Ik zei al dat in zijn boek Wat te doen, was hij dus tot overtuiging gekomen dat je een goed georganiseerde marxistische partij zou moeten creëren die in staat was ook om onder illegale omstandigheden te werken. En ook ditmaal is het zo dat hij eigenlijk voortbouwde op ideeën die binnen de Tweede Internationale, vooral onder Kalkowski, de bekende paus van de Tweede Internationale, een Duitser, eigenlijk Oostenrijker, op een belangrijke manier gepopulariseerd werden. En dit is belangrijk, want dus, ik had al eerder gezegd over continuïteit en breuk. En ik denk dat dit ook een voorbeeld is, want je voelt hem al aankomen als we straks over de Eerste Wereldoorlog gaan hebben, dat er een enorme
clash kwam tussen wat Lenin dacht, waar Kautsky voor stond en de sociaaldemocratie in Duitsland en wat er daadwerkelijk gebeurde. Dus die Duitse SPD was een massapartij en was een belangrijk voorbeeld voor Lenin. En die SPD, Sociaaldemocratische Partij Duitslands, was een partij die enerzijds ook onder illegale omstandigheden moest werken, na verloop van tijd legaal werd en veel meer dingen kon doen en ook een daadwerkelijke massapartij werd. Ik zeg wel eens gekscherend, ze hadden sociaaldemocratische fietsclubs, vakbonden, de partij vanzelf, verschillende kranten in de verschillende regio's van het land, zelfs een sociaaldemocratische konijnenfokvereniging. Ze hadden gewoon alles. En dat bracht natuurlijk ook met zich mee dat het een partij was die daadwerkelijk geworteld was in de maatschappij. Maar wat voor Lenin belangrijk was, of onder de specifieke Russische omstandigheden, wat daar noodzakelijk was. Je zou kunnen zeggen, daar was ook dictatuur. Ja, maar omstandigheden kunnen heel snel veranderen. En het is dus belangrijk om die specifieke nationale omstandigheden wel in oogschouw te houden. Ik maak even een stapje naar voren. In de begintijd van de Comintern, na de Russische Revolutie, dus de Communistische Internationale, die als een nieuw verband ter vervanging van de Tweede Internationale gecreëerd werd, werd ook wel de Derde Internationale genoemd. Daarin werd Lenin niet moe om te benadrukken, wij hebben op een Russische manier onze socialistische revolutie georganiseerd. Het gaat erom, in de verschillende andere landen moeten ze ook een eigen manier zien te vinden waarop ze dat organiseren. Niet van doe maar wat, maar meer van het is een voorbeeld, je kunt van ons leren, wij moeten ook van anderen leren. En we zijn ook afhankelijk van de ontwikkelingen in andere landen. Daar kom ik straks nog op terug. Een essentieel discussiepunt in die Russische omstandigheden was ook van welk soort bondgenootschap is in staat om een anti-tsaristische, een burgerlijk-democratische revolutie te voltrekken. En daarbij gaat het dus om, is de arbeidersklasse sterk en groot genoeg in Rusland om dat doel te bereiken? Het antwoord is nee. Welke bondgenoten kunnen we daarbij zoeken? Het antwoord van de Bolsjewieken was, daarbij zoeken we steun van de kleine boeren. En de Mensjewieken hadden een idee, daarvoor zoeken we steun bij de liberale bourgeoisie. Dus de liberale bourgeoisie die ook af wil van het tsarisme. En daarmee dachten zij een burgerlijk-democratische revolutie, een grondwetgevende vergadering, een parlement, et cetera, om dat te realiseren. Voor Lenin was duidelijk dat dat bondgenootschap dat tot niets zou leiden. Omdat zijn opvatting was in de Russische omstandigheden dat de Russische liberale bourgeoisie niet daadwerkelijk zou breken met het systeem. En dat het een beperking zou zijn van de ontwikkeling van de Russische arbeidersklasse en haar organisaties. En dat betekende dus een duidelijk verschil van inzicht tussen twee vleugels. Er waren trouwens veel meer vleugels. Wij vereenvoudigen heel veel dingen, maar er waren veel meer. Maar dat waren twee belangrijke uitgangspunten, twee verschillende stromingen in de Russische Sociaal-Democratische Arbeidspartij, zoals die echt heette, van hoe verder te komen. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om je te realiseren dat voor Lenin het niet alleen was van we gaan voor het meest vergaande, ja dat zei je wel vaak, maar onder die omstandigheden die ik net schetste, ging hij voor inderdaad een nationaal democratische revolutie, grondwetgevende vergadering, landhervormingen en nog op andere dingen. En het socialisme stond nog niet op de agenda. Dus het was niet zo dat hij van meet af aan al zei dat de socialistische revolutie in Rusland op de dagorde stond. Nog sterker, deze beweging van de Bolsjewieken formuleerde, verzuimde niet te blijven hameren op eigenlijk drie leuzen. En die werden wel ook wel bekend als de drie walvissen van het bolsjewisme. En dat verwijst naar een Russisch volksverhaal over de wereld die balanceert op de ruggen van drie walvissen. En die drie walvissen van het bolsjewisme waren een 8-uurige werkdag. Niet zo revolutionair, maar in die omstandigheden daar heel revolutionair. Landhervorming, waarbij land aan de boeren wordt gegeven. Heel belangrijk voor heel veel, een groot deel van de bevolking die bestond uit boeren van verschillende grootte. En drie, een grondwetgevende vergadering om een democratische republiek te creëren. En een democratische republiek creëren betekent afstand doen van het tsarisme en een modern kapitalistisch land creëren. En wat ik al eerder zei, voor Lenin was die alliantie tussen arbeiders en boeren voor een democratische republiek uitermate belangrijk. En dat had allerlei praktische consequenties voor deze strategische oriëntatie.
Ik ben even stil blijven staan bij wat er in Rusland gebeurde. Ondertussen, in de hele internationale socialistische beweging, waarbij voorbehouden moeten maken, internationale socialistische beweging was eigenlijk vooral Noord-Amerika, Europa, een klein deeltje van Azië en een heel groot deel van de wereld, waren nog geen socialistische of geen massa-organisaties. Dus dit is wel van, omdat dat later bij de eerste jaren van de Comintern een belangrijke rol gaat spelen. Hoe kunnen we buiten de metropolen van het kapitalisme ook aanraking krijgen met andere groepen die in verzet komen tegen het kapitalisme, tegen het imperialisme. In die Eerste Wereldoorlog wordt voorafgegaan door, die wordt natuurlijk ingeluid door oorlog tussen verschillende imperialistische landen. En voor Lenin was het een grote shock om te zien, ik bedoel daadwerkelijk te zien, dat de SPD in Duitsland ook ingestemd had met het vrijgeven van oorlogskredieten om oorlog te voeren. Waarom? Omdat eigenlijk al die jaren op de congressen daaraan voorafgaand is afgesproken met duizenden mensen bij elkaar. Als er oorlog uitbreekt, dan zullen we die oorlog omzetten van een oorlog tussen naties in een burgeroorlog en een klasseoorlog om onze eigen heersende klasse omver te gooien. Dat is natuurlijk al heel mooi, maar het pakte heel anders uit. En voor Lenin was ook belangrijk in die periode om in zijn boek Het Imperialisme, het hoogste stadium van het kapitalisme, probeert te begrijpen hoe die Eerste Wereldoorlog voortkwam uit de toenemende imperialistische tegenstellingen op globale schaal. En ook hoe die onderlinge afhankelijkheid was. En op die basis probeerde hij natuurlijk ook tot een oplossing te komen van hoe kunnen we die verdeeldheid, eigenlijk het bankroet van de Tweede Internationale, hoe kunnen we dat overkomen door een nieuwe aanzet te kiezen waarbij die gezonde revolutionaire socialistische krachten die daadwerkelijk oprecht een einde willen maken aan het kapitalisme en de bijhorende oorlog, hoe kunnen we die weer bij elkaar brengen? En daar moet je geen illusies. Ik ben 10 minuten bezig of ik heb nog 10 minuten? Je hebt nog 10 minuten. Okay. En daarbij moet je geen illusies hebben, want het aantal mensen wat op verschillende vredesconferenties in Zwitserland bij elkaar kwam, daar waren twee in Zimmerwald en in Kintal, dat waren echt maar, dat waren geen honderden mensen, dat waren gewoon tientallen mensen. En die voelde zich heel erg bedrukt. Want je moet je voorstellen, al die massabewegingen die opgebouwd zijn in diverse landen, waren dus niet in staat om zo'n essentieel iets als een uitbrekende oorlog te voorkomen. En dat leidde dus tot enorme demoralisatie. En ook verschil van mening over hoe heeft dat kunnen gebeuren. En vooral ook verschil van mening, hoe kunnen we dit overkomen. En zelfs op die kleine conferenties die er waren, waren er ook allerlei tegenstellingen. Lenin behoorde in ieder geval op die ene conferentie wel wat meer tot de linkervleugel. En ik denk dat hij een aantal opzichten niet helemaal gelijk had. Ben ik bereid om dat te zeggen. En het gaat natuurlijk ook om van hoe was men in staat. Hè? Een van de leuzen was revolutionair defaitisme. Revolutionair defaitisme betekent er is een conflict tussen de verschillende oorlogvoerende naties. En wij komen op voor de nederlaag van onze eigen oorlogvoerende natie. Lenin schreef dit vanuit Zwitserland, een neutraal land. Zijn eigen kameraden moesten in Rusland proberen in het leger, wat gemobiliseerd was, wat met enorme verliezen gepaard ging, die moesten een praktische uitleg zien te vinden van deze leus. Je moet je voorstellen, als jij onder gewone soldaten, arbeiders en boeren, zegt het beste wat ons kan overkomen is de nederlaag van onze eigen natie. En dat is het enige wat je vertelt. Dat begrijpt niemand. Dus waar het om gaat is dat gepoogde aansluiting te vinden bij kwesties als we worden slecht betaald, we worden blootgesteld aan allerlei risico's. Als we overlijden dan blijven onze nabestaanden achter met niets. Wij vechten voor zaken die ons helemaal niks aangaan. Dus allemaal op een heel elementair niveau probeerde men het verzet tegen de oorlog verder op te stoken en te kijken tot het tot grotere vormen zou komen. En dat gebeurde ook. En dat leidde zelfs tot het ontstaan van Sovjets. Van soldaten-Sovjets, boeren-Sovjets, arbeiders-Sovjets. En die raden, in onze eigen taal, waren uitermate een belangrijke manier om te laten zien waar de zelforganisatie van gewone mensen toe in staat was. En dat was niet de eerste keer dat dit in Rusland zich voordeed. In 1905 was er ook een eerste opstand, een revolutie, de eerste Russische revolutie, waarbij ook gepoogd werd en ook daadwerkelijk Sovjets gecreëerd werden, die een belangrijke ervaring vormden voor
de generatie van socialisten die ik probeer te beschrijven. Ik moet nog even één stapje terug, want wat voor Lenin ook belangrijk werd, ik had al eerder iets gezegd over dat hij tot de conclusie kwam dat Kautsky zijn belangrijke voorbeeld, zijn boeken die hij allemaal gelezen had, waar die conclusie uit trok, die kennelijk toch iets anders waren dan Kautsky zelf trok, dat daar wel iets aan de hand was. En bijvoorbeeld, er was duidelijk sprake van een lange gevoerde strijd in de Duitse SPD, waarbij een deel van de organisatie probeerde op grond van een revisie van de theorie, revisionisme, tot andersoortige conclusies te komen. Tegelijkertijd waren er ook andere mensen die wellicht wel revolutionaire taal uiten, maar in de praktijk eigenlijk hele voorzichtige, stapjesgewijze hervormingspolitiek beoogden. En dus die twee, grofweg twee stromingen, daar kreeg hij pas na verloop van tijd eigenlijk wat een duidelijker beeld van. En ook is hier Lenin niet een icoon. Lenin is in een aantal opzichten best wel laat geweest om te herkennen, om te zien wat er daadwerkelijk gebeurde in die andere partijen. Er zijn mensen als een Nederlander, zo even, Anton Pannekoek, Herman Gorter, die eigenlijk in een aantal opzichten iets vroeger waren om te zien waar het in de Duitse partij mis dreigde te gaan. Goed, ik ga nog één andere persoon introduceren, Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg heeft ook in een aantal kwesties en op een aantal momenten ook de degense kruis met Lenin. Maar zij was eigenlijk een van de mensen die samen met Lenin op een congres in Stuttgart in 1907 die resolutie deed aannemen op het congres van de Tweede Internationale van als het komt tot oorlog tussen onze verschillende naties, dan roepen we op tot het omzetten van een oorlog tussen landen in een burgeroorlog om het kapitalisme omver te werpen. Maar die rot in de verschillende sociaal-democratische partijen, zij was een van de mensen die al heel vroeg zag wat daar aan de gang was en poogde daar ook zich tegen te verzetten. Wat ook interessant is in haar geval, is dat ze heel lang in de sociaal-democratische partij Duitsland is gebleven. Omdat ze het idee had van, dit is een gehoor, dit is een publiek waarbinnen ik effect kan hebben met het formuleren van mijn kritiek. En dat is ook belangrijk, want wij kunnen natuurlijk altijd wel denken, we gaan voor de meest pure politiek en heb ik een hele kleine organisatie. Tegelijkertijd moet je gaan voor een gehoor waarop je invloed kunt hebben. En dan moet je wel goede ideeën hebben, maar er moet ook een gehoor zijn waarbij die goede ideeën uitgezet worden en die je verder kunt brengen. Als het gaat om de geschriften van Lenin, is het denk ik ook essentieel om iets te zeggen over dat boek Staat en Revolutie in 1917. Omdat hij op dat moment tot de conclusie komt dat, en hij formuleert het heel resoluut, dat daarbij baseert hij zich ook op Marx, omdat Marx al eerder zegt dat die oude burgerlijke staat moet omvergeworpen worden en die kunnen we niet zomaar overnemen, we moeten een nieuwe arbeidersstaat, Parijse Commune was een voorbeeld ervan. En in Rusland probeerde men aan het begin van de Russische Revolutie ook een nieuw begin te starten. En daarmee te laten zien dat een ander ontwikkeld traject mogelijk was. Er waren heel veel mensen die helemaal niet overtuigd waren van wat hij zei. Dus hij zei dingen als elke kok moet het land kunnen runnen. Hij zei ook functionaris alleen maar tegen een normaal arbeiderssalaris. Iedereen moet afzetbaar zijn en meer van die dingen. Maar hij zei ook, we moeten niet alleen een burgerlijk-democratische revolutie hebben. We moeten doorstoten naar een socialistische, begin van een socialistische revolutie. Ik formuleer het heel voorzichtig, omdat Lenin zelf ook niet altijd even duidelijk is wat hij precies, hoe hij het precies formuleert. Want een aantal jaren later, tijdens de burgeroorlog, maar ook helemaal op het eind van zijn leven inderdaad, komt hij tot de conclusie, ja, we hebben een begin gemaakt van een arbeidersstaat. Maar was het wel een arbeidersstaat? We hebben een begin gemaakt van een socialistische omwenteling. Is voor een deel gelukt, maar er zijn ook allerlei open einden en ik kom daar straks nog op terug. Hij werd in ieder geval niet door iedereen goed begrepen. Er waren allerlei socialisten in westerse landen die zeiden, ja, hij is een aanhanger van Bakunin geworden, hij is een anarchist geworden. Zelfs zijn eigen partijgenoten hadden het idee, wat hij hier voorstelt, dat gaat veel te snel. We hebben toch altijd gezegd, er moet eerst een grondwetgevende vergadering komen en die positie van dubbele macht moeten misschien langer aanhouden, want het was zo dat die Sovjets, dat was best wel een ding, dat ontwikkelde zich heel erg goed. Maar in weerwil van ook kritiek in zijn eigen partij heeft hij toch doorgezet en uiteindelijk is dat ook succesvol gebleken.
Hij was dus in staat om een succesvolle revolutie te voltrekken. Het was geen staatsgreep, we kunnen daar straks nog over hebben. Maar het was een daadwerkelijke revolutie gebaseerd op de massa's van arbeiders en boeren. In Nederland aan de andere kant had je in 1918 ook een poging om een revolutie te voltrekken. En dat was onder leiding van de sociaaldemocraat Pieter Jelle Stroelstra van de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij. Hij gebruikte ook aan het einde van de Eerste Wereldoorlog revolutionaire taal. En je moet je voorstellen, de Duitse revolutie was zich net aan het ontvouwen. En hij stelde in het parlement de kwestie aan de orde van: nu is de tijd gekomen om de macht over te nemen. En als jullie ons kans geven als socialisten in het Nederlands parlement en met onze achterban, dan zullen wij zorgen dat het een soort geruisloze of een soort soepele overgang zal zijn naar een ander soort maatschappij. Nou, je voelt al aan, dat is een heel ander soort insteek van hoe je een revolutie organiseert. En de communistische partij in Nederland, die toen ook al bestond, die had het idee, ja, goed idee, we organiseren ook arbeiders- en soldatenraden in Nederland. Het was allemaal op kleine schaal, onvergelijkbaar met Rusland, maar ze waren wel geïnspireerd door het voorbeeld. Maar het was een partij die slechts 1000 tot 1500 leden had. En dus totaal niet te vergelijken was met een massapartij, zoals in de Russische omstandigheden. Als je één ding Lenin kunt nageven, het was, en niet alleen hij, maar het hele team om hem heen, en dat trouwens ook vaak in een wisselende samenstelling, omdat er heel veel richtingen strijd en heel vaak nieuwe bondjes, coalitie. Maar men was in staat om onder bijzonder ingewikkelde, moeilijke omstandigheden een massapartij te creëren, waarbij in de meest kleine dorpen zelfs groepjes socialisten waren. Dat ging in een aantal gevallen zover dat de splitsing tussen Mensjewieken en Bolsjewieken, ik heb er eerder al iets over gezegd, in een aantal van die kleine plaatsen gewoon nooit vertrokken is, omdat men daar zo op elkaar aangewezen was, dat was de houvast die men had. En die politieke consequenties zag men natuurlijk ook wel, maar waren wellicht om die specifieke plaatselijke omstandigheden niet heel erg belangrijk, of niet belangrijk genoeg om de boel te splitsen. Ik sluit af, ja. Wat dan moet ik, hè, denk ik. Kijk, een revolutie begint nationaal, maar om een revolutie werkelijk te vervolmaken en tot een goed einde te brengen, is het ook logisch om te kijken naar hoe die zich ook internationaal gaat ontvouwen. En voor Lenin en de Bolsjewieken, en zij niet alleen trouwens, want er waren ook een groot deel van andere stromingen die besloten uiteindelijk te kiezen voor de koers van de Bolsjewieken. Ook heel veel anarchisten, sociaal-revolutionairen, besloten te kiezen voor die koers. Waarom ook? Omdat er was bijvoorbeeld genoemd, we gaan een einde aan de oorlog maken, ook door de voorlopige regering. Die bestond uit gematigde socialisten. Maar ze maakten geen einde aan de oorlog. En voor de Bolsjewieken was duidelijk, wij hebben gezegd dat we een einde zullen maken aan de oorlog en dat zullen we ook consequent doen. Dus ze werden erkend als consequente vertolkers van opvattingen en van eisen die ze al die tijd gesteld hadden. Dus dat wekte vertrouwen en dat betekent ook dat meer en meer mensen zich daardoor vertegenwoordigd voelen. Dat internationalisme, dat was zo essentieel voor de Bolsjewieken, voor Lenin en het team om hem heen, dat zij wisten eigenlijk als de Russische revolutie, beginnend in 1917, geïsoleerd zou blijven. En die werd geïsoleerd doordat, 1, er was een burgeroorlog. 2, er waren iets van 14 interventielegers van andere landen waren actief op Russisch grondgebied om te proberen dit socialistische experiment in de kiem te smoren. Dan is het noodzakelijk om te kijken van hoe we aansluiting kunnen vinden bij revolutionaire ontwikkelingen elders. Rusland, een belangrijk agrarisch land. Duitsland, daar had men hoge hoop gesteld van dat daar de revolutie zou uitbreken. Duitsland was een belangrijk kapitalistisch, hoogontwikkeld kapitalistisch industrieel land. En de ontwikkeling van de wereldgeschiedenis zou daadwerkelijk heel erg anders geweest zijn als een succesvolle Duitse revolutie zich had voltrokken. Omdat daarmee de combinatie met een grotendeels agrarisch socialistisch Rusland tot een hele interessante ontwikkeling had kunnen leiden. En zeker had het kunnen leiden tot het voorkomen van de opkomst van het fascisme. Dat is denk ik ook een essentieel iets om te benoemen. Heb je nog 1 of 2 minuten? Ja, vooruit. Op het einde van zijn leven heeft Lenin een soort testament. Je moet weten, hij heeft een paar keer een
aanval gehad, hersenbloeding. En ook is hij een paar keer aangevallen door mensen die hem probeerden te doodschieten. Dus door mensen die zich niet weer neer wilden leggen bij de Russische revolutie. En dus zijn rol was langzamerhand al een beetje aan het afnemen. Tegelijkertijd was hij wel in staat en vond hij het belangrijk. En vond hij essentieel om te benoemen wat er niet goed gaat. En voor alle vereerders van Marx, Engels, Lenin, Trotsky, whatever. Serieuze revolutionairen weten wanneer dingen fout gaan en weten te benoemen wat er fout gaat en hopen bij te dragen aan een oplossing van het voorkomen van die fouten en het herstel van die fouten, et cetera. In zijn geval was hij heel duidelijk over een aantal kwesties. 1. Het was voor hem duidelijk dat alle vormen van democratie die er waren, dat die langzamerhand geërodeerd raakten. Dus het idee van die Sovjets, dat werd langzamerhand werd steeds minder makkelijk om dat te laten werken. Heel veel mensen waren doodgegaan door de oorlog. Heel veel functionarissen werden aangesteld om de boel nog te laten draaien. Als je functionarissen aanstelt, heel goed, maar er moet wel controle op zijn. En voor hem was altijd het idee van gewone arbeiders, gewone mensen zijn heel goed in staat om zelf te beoordelen wat essentieel is en wat niet. En het moet overduidelijk zijn dat die groei van een laag van bureaucraten die hun eigen belangen hebben, die gebruik maken van schaarste aan middelen, dat die kort gehouden moest worden. Een ander aspect wat belangrijk was, dat hij zag het gevaar van groot Russisch chauvinisme. Onder het tsarisme was het groot Russisch chauvinisme al een belangrijk onderdrukkingsmiddel op de andere minderheden. Het tsarisme werd wel de gevangenis der naties genoemd. En onder Lenin zag je eigenlijk allemaal dingen weer terugkomen. Ironisch genoeg, Stalin was een Georgiër, maar ging dezelfde groot Russisch chauvinistische bureaucratische methodes gebruiken om op zijn manier de problemen op te lossen. Dus in het testament van Lenin, het is niet echt een testament van ik ga eens even allemaal, maar hij heeft verschillende brieven geschreven, verschillende artikelen geschreven, waarin hij een aantal van dit soort dingen formuleerde en ook zei van ja, we moeten opnieuw een aantal dingen goed bekijken. We moeten echt ingrijpen in een aantal opzichten. En er was ook staat om een aantal dingen anders te formuleren. Dit is het laatste. Over coöperaties. Hij was eigenlijk helemaal niet zo enthousiast over het hele coöperatieve gebeuren. Coöperaties kun je denken aan productiecoöperaties, gebruikerscoöperaties. In de sociaal-democratische beweging is dat wel een heel erg belangrijk ding geweest. Maar er is ook altijd kritiek op geweest met het idee, ja, dan doe je toch mee aan het kapitalistische economische spel. In Rusland, onder de omstandigheden die ik net schetste, was voor Lenin op een gegeven moment belangrijk geworden. Ja, kijk, we kunnen wel heel veel dingen in staatshanden nemen, waar hij trouwens niet per se heel erg voor was, om alles in staatshanden te nemen, omdat hij al voorzag dat er allerlei bureaucraten. Kijk, mensen die ergens iets gaan produceren, moeten wel weten wat ze produceren, op welke manier. Dus er waren allemaal motieven om het met die nationalisering wat voorzichtig aan te doen. En die coöperaties, daar zag hij wel mogelijkheden in om een deel van die groeiende bureaucratie die ontstaan was, om die te keren. Nou goed, dit is een voorbeeld van dat iemand in staat en bereid is om een opvatting die hij heeft, om die om te zetten. Ik denk dat ik hierbij hou en ik ben heel erg geïnteresseerd in de discussie, omdat ik zelf ook heel veel vragen heb. En ik denk dat het is allemaal 100 jaar of meer dan 100 jaar geleden. En ik denk nog steeds dat er heel veel daarvan bruikbaar is. Maar heel veel daarvan moeten we ook onder andere omstandigheden, iets gewijzigde omstandigheden, moeten proberen toe te passen in het hier en nu. De noodzaak is er, zonder meer. Er zijn verschillende catastrofes die ons aanstaren. En wij kunnen een rol spelen om daar een einde aan te maken. En dan kunnen we niet alleen als internationale socialisten, we zijn een hele kleine organisatie. De meeste mensen overschatten ons enorm, want die hebben het idee, jullie zijn zo en zo groot. Maar dat komt omdat de som der individuele leden is veel groter, effectiever dan dat we daadwerkelijk aan leden hebben. Maar we hebben meer mensen nodig. En over heel veel dingen kunnen we discussiëren. Mijn bedoeling van deze inleiding is ook om te laten zien, we kunnen over heel veel dingen discussiëren. Wij zullen onze opvatting niet achterhouden, maar we zijn bereid om te luisteren. En de deur staat open. Dank je.